Stress, spanning of leegte in het leven kunnen veel invloed hebben op je mentale gezondheid, met fysieke en psychologische klachten tot gevolg. Vandaag bezoeken we een lifestyle coach die je uit deze visuele cirkel kan halen. Om in goede gezondheid te leven is belangrijk dat je een goede leefstijl hebt. En een leefstijl dat bestaat uit voeding, beweging en voldoende rustmomenten, positiviteit, sociale contacten en een zinvol leven. Dus als je dat allemaal in balans hebt, dan kan je wel spreken van een goede gezondheid. De meeste cliënten die bij mij komen zijn mensen die last hebben van hun darmen. Die al bijvoorbeeld bij hun huisarts zijn geweest, of meerdere onderzoeken hebben gehad, maar dat toch niet helemaal tevreden zijn over zeg maar, dat wat er dan speelt. Komt dan vaak niks uit. En die vragen aan mij, omdat ik zelf ook ervaringsdeskundige ben met darmproblemen. En dan kijk ik weer holistisch. Dan neem ik al die lagen weer mee. En dan blijkt dus heel vaak dat er ontzettend veel informatie uit die darmen vandaan komen. Aloe vera is een plant die al een stok oud is en die eigenlijk al vele jaren gebruikt wordt, al vanuit de Egyptenaren tijd. Het is een plant met 200 verschillende soorten plantstoffen, boordevol vitamine C. In de gel die ik gebruik om te drinken zit 99,7% pure aloe vera. Het is goed voor de darmwerking, het is goed voor je boost voor je immuunsysteem. Daarbij word ik gefaciliteerd door het bedrijf Forever. De aloe vera zit daar ook in supplementen, in huidverzorging, in gel om zeg maar voor brandwonden. En je kan het drinken.